beste mensen, een hele goede middag. Daar ben ik weer, Jordi Habets, en namens MUMC Sport en Beweeg heet ik jullie weer van harte welkom tijdens deze beweegsessie. Het is zover mensen, we gaan het werk weer even aan de kant schuiven. Het is even genoeg geweest. We gaan even afschakelen middels een paar oefeningetjes. Lekker wat rekken en strekken. Oefeningen voor de lage rug, voor de schouders, de nek. Om weer voor de rest van de dag er weer tegenaan te kunnen. Dat klinkt dus allemaal heel goed, of niet? Heel goed. Je hebt gewoon je normale kleding nodig. Geen sportkleding, we gaan niet zweten. We gaan gewoon even lekker bewegen. Dat kan dus gewoon met normale kleding. Pure winst. We gaan gelijk beginnen. We gaan op de plek even een soort van joggen. Maar dan iets rustiger. Dus we gaan stappen maken op de plaats. Hou dat vast. Yes. Ga door. Maar even lekker die benen, want we hebben te lang gezeten weer volgens mij, ja. Dus die beweging moeten we even weer in die benen komen. Yes, ga door. Prima. En dan ga je, van tevoren ga je naar voren bewegen met de vuisten. Alsof je bent aan het boksen. Ga door. Yes, goed zo. Hoppa. Prima. Ga door. Goed zo. En we gaan de armen naar voren zwaaien. Maar je blijft nog altijd passen maken op de plaats. Ga door. Goed zo. En naar achteren. Yes, fantastisch. Goed zo. Prima. Ga door. En ontspan de armen en je blijft joggen. Nu gaan we. Eén arm omhoog. En rust dan met de andere. Maar we blijven op de plaats bewegen. Prima. Ga zo door. Goed zo. En nu wisselen we zijwaarts. Het is rechts boven. Dan gaan we rechts beneden. Maar we blijven op de plaats lekker passen maken. Goed zo. Ga zo door. En relax. Super. Gaan we dan naar de nekspieren. Kijk omhoog. En kijk naar de borst. Naar voren. Kijk naar de linkerschouder. Dat is goed voor je aan de stretch in je nek. Weer omhoog. En switch. Prima. Omhoog. Omlaag. Goed zo. Even lekker die nekspieren losmaken. Heel goed. Prima. Goed zo. De schouders lekker naar voren. Omhoog. En draai ze maar naar achteren. En het fijne is van vandaag, we hebben dus geen materialen nodig. Dat kan je dus altijd doen tijdens het werk, in je pauze, lekker thuis, bij het koken. Heel goed, hou vast. Ga zo door. En naar voren. Dus naar achter omhoog. En lekker naar voren. Dus dan komen die schouders lekker los. Na een lange werkdag. Prima, ga zo door. En de heupjes. Draai ze maar lekker mee los. Goed zo. Prima, ga door. En andere kant. Maak de beweging lekker groot. Gebruik je veel spieren en gewrichten. Super. Doe hetzelfde, maar dan een kleine kniebuiging. En we maken cirkels met onze knieën. Ga door. Lekker voor die bovenbenen. En switch. Goed zo. Ga door. Doe hetzelfde, maar dan met de voet. Voor de enkelgewrichten. En van de voet. Lekker naar buiten draaien. Maak maar cirkels. En ook naar binnen. Dat is hem. Ga door. Goed zo. Houd het vast. Even wisselen. Andere voet. Als het goed is, dat kan, dan kraken je enkels of je voet. Ik ben helemaal geen kwaad. En de andere kant uit. Komen ze lekker los. Prima. Alright. Gewoon lekker los. Heel goed. Kleine balansoefening. Blijf je op je linkerbeen staan en we zwaaien de andere kant, de andere been, van voren naar achteren. Yes. En wat je mag gaan proberen is de arm, de andere, dus tegenovergestelde meezwaaien. Naar voren en naar achteren. Yes. Ga door. Vind je dat lastig? Mag je even
op de grond zet en dan weer terug. Yes, ga door. Prima. En wissel. Hop. Goed zo. Kom lekker die armen, die schouders, die heupen en die benen lekker los. Heel goed, ga door. Prima. Doen we ook zijwaarts. Probeer goed stevig te staan. En je gaat zijwaarts bewegen, ook voor de spiergroep hier in je bovenbeen. Gaat dat makkelijk? Mag je armen mee bewegen? Goed zo. Prima, ga door. Juist. En wissel. Hop. Dus ik probeer de andere kant. Kijk hoe dat gaat. En als het makkelijk gaat, zwaai je armen mee naar buiten. Goede oefening, ook volle balans. Je maakt heel veel spieren. Ga door, prima. Super, gooi lekker los. Perfect. Kleine kniebuiging. Vervolgens gaan we met links naar achteren en komen terug naar voren. Ook voor de stretch in je rug. Probeer je knieën niet helemaal te strekken, altijd licht gebogen te houden. Goed zo. En volg je hand maar mee. Wissel de andere kant. Goed zo. Ga door. Prima. Perfect. Laatste. Yes. Super. Vervolgens gaan we naar beneden. Knie weer licht gebogen. Richting de tenen, richting de vloer. En je komt omhoog. En terug. Voor je hamstrings, voor je billen, voor je lage rug. Yes. Nog twee. En de laatste. Prima, goed zo. Dan gaan we proberen de rechterhand tussen de schouderbladen en de linkerhand weer beneden. En dan mag je kijken of je je vingers kan aanraken achteren. Of dat je schouders nog wat stijfjes zijn. Houd het vast. En even wisselen. Die gaat een stuk lastiger zoals je ziet bij mij. Even vasthouden. Fijn voor de schouderstretch. Hou vast. Heel goed. Yes, goed zo. Mag je je linkerbeen voorzetten. En dan ga je over je linkerbeen op het voorste been naar achteren. Kijk even achterlangs. Neutrale positie. En naar achteren. Fijn, dan zet ik weer voor de romp. Voor je nek. 5 totaal. Nog 2 stuks. Heel goed. En wissel. Andere kant voor. En naar achteren. Kijk over je nek en je schouders. Dat kan je ook op je bureaustoel doen bijvoorbeeld. Op het werk als je een kopje koffie gaat halen. Pak je even de stretch. Heel belangrijk. Nog 2 stuks, maar het is heel goed. En de laatste. Prima. Goed zo. Gaan we een kleine oefening doen voor je spieren, voor je bovenbeenspieren, voor de buikspieren. We gaan een squat maken. Naar achteren. En je beweegt je rechter elleboog naar je linkerknie. Zakken. En terug. Hop. Prima. Goed zo. Dus je werk tegenovergesteld. Goed zo. Hop. Ga door. Hou dat vast. We zijn nu op 4. We doen nog 5 iedere kant. Laatste. En relax. Super goed. Gooi even lekker los. Fantastisch. Gaan we de zijwaartse stretch doen. Als het goed is, voel je die hier in de zijkant van je romp. Hou dat vast. Hou vast. En wissel. Heel goed. Een keer wisselen. Hou vol. En wissel, laatste. Prima, goed zo. Ga lekker aan de polsen. Draaien we die naar buiten. Heel goed. Hou dat vast. En andere kant uit. Heel goed.
Goed zo. Even de vingers, even allemaal bewegen. Super goed. Oké, gaan we weer terug naar de balansoefening. Mag je je rechtervoet optillen. En we gaan de voet draaien. Yes, dus je gaat weer cirkels maken vanuit je tenen. Heel goed. Mag je je linkerarm omhoog tillen. En met je pols gaan draaien. Goed zo, houd het vast. En wissel. Eerst je linkervoet. Goed zo. En beweeg ook maar je pols voorbij. Multitasken. Heel goed. En relax. Super. Doen we de laatste oefeningen op de vloer. Daar gaan we. Plaats je handen onder je schouders. Je gaat onderdoor. En volg je hand mee omhoog. Ga zo door. Volg je hand. Voor de stretch in je bovenrug. Nog twee. En één. En wissel, andere kant. Hand onderdoor. En volg je hand. Yes. Als het goed is, voel je dan een heerlijke stretch in je rug. Nog twee. En één. Supergoed. Hartstikke lekker. Plaatsen we nu één been voor, één voet. Doen we dezelfde beweging. Dit is meer voor je heup. Eén voet voor. En draai maar open. Goed zo. Prima, ga door. Nog twee. En één. Even wisselen. Andere voet voor. En draai maar open. Nog twee. En de laatste. En dan mag je langzaam recht komen. Hartstikke goed. Pak weer de laatste stretches voor de bovenbenen, voor de heupen. Weer een soort van balansoefening ook. Pak ook je tenen, trek die goed in. Blijf staan, Jordi. Yes. En wisselen, andere kant. De tenen goed intrekken. Hou die knieën omhoog. En ga maar lekker los. Doe ook andersom. Voor de bovenbeen stretch. Hou dat vast. Lekker los, even wisselen. Goed zo, hou vast. Prima. De nek stretches, je hoofd zijwaarts buigen en deze schouder lekker omlaag. Even vasthouden en wissel. En omlaag. De vingers in elkaar en naar voren. De schouders goed naar buiten drukken. Ook even omhoog. Dat was mijn borst. Die kraakt soms ook even. Goed zo. Doen we de vingers omlaag. En trek maar goed die vingers naar je toe. Lekker los. Even wisselen. En gooi maar lekker los. En dan geef jezelf weer een applausje. Dat heb je super goed gedaan. Je ziet het, we hebben bijna geen middelen nodig. Bijna geen tijd. Op 15 minuten heb je een heerlijke energizer gehad. Om weer even lekker wat energie te krijgen. Zo midden op de dag even het werk te onderbreken. Ideaal dus. Voor nu bedank ik jou van harte. Ik heb zo meteen de tweede sessie. Dat gaat nog een keer deze oefeningen zijn. Dus deel 2. Voor nu wens ik jou een hele fijne dag. En ik zie jou graag weer de volgende keer. Dankjewel.